Hoi en welkom bij weer een hele nieuwe Let's Play Wednesday video. Vandaag gaan we een heel tof en spannend Roblox spel spelen, genaamd Escape the Zoo Abby. Dus dat betekent dat alle dieren zijn losgelaten in het dierentuin en daar moet ik uit ontsnappen. Want het is natuurlijk echt totaal niet meer veilig. Ik ben heel erg benieuwd of het me gaat lukken om te ontsnappen. En daar gaan we zo meteen achter komen. Maar allereerst heb ik nog een hele leuke challenge voor jou. Namelijk om deze video een duimpje omhoog te geven. Alleen welke hand moet je hiervoor gebruiken? Dat hangt ervan af. Gebruik je linkerhand als je wel eens een keertje naar een dierentuin bent geweest. En druk dan natuurlijk op dat duimpje omhoog. En ben je nog nooit eerder naar een dierentuin geweest? Gebruik dan je rechterhand om op dat duimpje omhoog te klikken. Ik ben er heel erg benieuwd naar. En laten we dan nu meteen beginnen met de game. Wow, het ziet er echt zo ongelooflijk leuk uit. Kijk nou eens eventjes. Woe, heel erg vrolijk. Nou, dit is dus de dierentuin waar we in zijn. Maar, zoals je kunt zien, zit er een hele grote rots om ons heen. Dus dat betekent dat er niet echt een uitgang is of zo. Maar ik ben heel erg benieuwd naar wat het verhaal hierachter is. Dus we gaan maar gewoon eventjes kijken. Dit is in ieder geval wel echt een hele leuke ingang met hele mooie fonteinen en zo. Oh, kijk, een baby panda. Hij is nu al hartstikke leuk en schattig. Ik zie hier zo een pijltje, dus ik ga naar binnen lopen. En deze meneer kijkt heel erg geschrokken. Oh jeetje. Wat is er gebeurd? Oh, zien jullie dat? Zack zegt, alle dieren zijn ontsnapt. Oeh, jullie kunnen heel erg snel ontsnappen door hier doorheen te gaan. Oké, nou dan gaan we dat maar gewoon doen. Het glas is dus gewoon open, zoals je kunt zien. En dit is het huis van de apen. Oké, nou ja, ik zie natuurlijk geen apen, maar ik ben zelf ook wel een aapje. Oei! Oh jeetje, hoe moet ik dit doen? Oh ja, ik weet het, ik weet het. Het is een soort van puzzel. Wat leuk. Oh ja, logisch. Het is natuurlijk een obby. Dus dat gaat wel goed komen, jongens. Ik ben echt super goed in obby's, dat weten jullie. Oh, deze is ook hier kapot gegaan, dit glas. Ja, hij zegt goed gedaan. En ga nu door en volg de pijlen. Nou, is goed. Ik ga de pijlen volgen. Hier hebben we weer een baby panda, zo schattig. Nou, ik kan niet eens deze kant op, dus ik moet wel deze kant op. Achter de pijlen aan. Oh, hallo. Er stond daar iemand. Die stond daar vast, denk ik. Oh jeetje. Oh, gelukkig. Ik kan er zo nog wel overheen springen. Ik dacht dat ik misschien vast zou zitten. We gaan door het aquarium, maar kijk uit voor de haaien. Oh jeetje, jongens. Dat is echt heel erg eng. Goed, ik pak hier de checkpoint. Ah, helemaal leuk. Oh, nou, dat gaat echt al supergoed. Ja, we hebben dat niet gezien. Nee, absoluut niet. Jamila, jij maakt nooit fouten. Ik zie daar wel een haai. Hij gaat achter rot. Oké, gelukkig zit hij in het aquarium. Dus hij kan mij niet pakken. Dus ik vind het prima. Ik ga hier gewoon doorheen. Lalalala. Maar dan moet ik het nog een keertje proberen. Want deze eerste keer lukte niet helemaal. Maakt niet uit, maakt niet uit. I can do it. Ja! Wee. Oh jeetje, er zit een kraakje in het glas. En die haai, oh, die ziet er wel heel erg eng uit. Die ziet eruit alsof hij heel graag door het glas heen wil. Oh, hallo! Er is ook een octopus. Goed, we gaan maar snel eventjes door. Want het ziet er allemaal best wel eng uit. Oeh, tot nu toe gaat het goed. Over de schatkist heen. Leuk, ik zou wel willen weten wat erin zit. Maar nee, nee, nee. We hebben haast, we hebben haast. Oh, ik zit ineens in het water. Oké. Dit is niet goed, dit is niet goed. Want weet je wat dat betekent? Dat we zometeen moeten gaan zwemmen met de haaien. Ja, dat vind ik niet heel erg fijn. Maar we hebben hier wel meneer de octopus. En we moeten nu op zoek gaan naar de schat. Oh my goodness. Daar gaat die haai. Daar komen allemaal haaien vandaan. Dus weet je wat? Ik ga dat maar eventjes niet doen. Waar moet ik naartoe? Waar is de schat? Ik werd gegeten door de haai. Dat is wel echt heel erg eng. Ik zag hem niet. Kom op, Jamila. You can do this. You can do this. Zo, waar is de schat? Oh, we moeten in ieder geval deze kant op. Ja, helemaal prima. Zo, langs de zeewier. Hier is de schatkist. Yes, yes, yes. Moet ik er dan op klikken of gewoon... Oh ja, ik ga erin. Dus dat was mijn checkpoint. Jeetje. Oh, kijk al deze Roblox figuurtjes hierachter, jongens. Dat ziet er wel een beetje creepy uit. Maar maakt niet uit. We gaan gewoon door. We gaan door. Ik neem aan dat ik de zeewier niet aan mag raken. En oh, daar is de andere schatkist. Ik kan wel echt heel erg lang mijn adem inhouden hoor, jongens. Oh, nou, ik ben aangekomen op de checkpoint. We zijn nu bij de panda's. Oh, kijk naar deze schattige leuke baby panda. Hallo. Echt heel erg cute. Wat heeft Zack te zeggen? Hij heeft niks te zeggen, maar hij is nu wel blij. Dus gelukkig. Oh, dan moeten we nu de trap op. Oh, nou is hij wel aan het praten. We kunnen deze boom beklimmen, zegt hij. En dan kunnen we eruit. Oh, ja, is goed. Is goed. Ik doe alles wat je zegt, Zack. Ik vertrouw je helemaal 100%. Ja, ik kan hier niet meer omhoog. Oh, maar ik kan wel op deze stukjes gaan staan. Ja, heel top. Kijk mij nou eens even gaan, jongens. Wat leuk. Oh, ik vind het wel echt een hele leuke en toffe obby. We zijn gewoon in dierentuin. Maar niet alleen dat. We zijn in de dierengedeeltes van
van de dierentuin. Hoei! We hebben weer een checkpoint en dan kunnen we hier door. Ik vraag me af of dit ook voor de panda's waren. Misschien ook niet. Ik weet het niet helemaal. Misschien is dit gedeelte ook wel weer voor de aapjes, want zo ziet het er wel naar uit. En dan kan ik hier zo eruit springen. Oh, kijk, we zijn weer eventjes aangekomen bij de dierentuin. Nou, ik ben al heel erg blij dat ik in ieder geval het aquarium heb overleefd. Gelukkig maar. Dus, nou, hier zie ik een hele grote rode pijl en die zegt die kant op. Dus dan gaan we dat maar gewoon eventjes doen. Alhoewel, dit er een beetje uitziet als een doolhof. En daar ben ik nou echt totaal niet goed in. Ik weet nooit welke kant ik op moet. Ik ga naar rechts en dan gaan we gewoon eventjes kijken waar we uitkomen. Kijk maar eens even. Ja, ja, we komen er wel. Uiteindelijk gaat het me lukken. En ze, oh nee, dat loopt dood. Dan ga ik deze kant op en dan weer naar rechts. Oeh, we komen ergens. Volgens mij wel. Nee. Oh jeetje, dit loopt helemaal dood. Oh, hij komt daar vandaan, dus dan neem ik aan dat dat niet de juiste weg is. En, oh, nee, dit loopt ook dood. Oh jeetje. Oh, hier is het. Yes, ik heb het gevonden. Nou, dit gaat al heel erg goed. Ik raakte bijna in paniek. Maar net niet helemaal. Dus gelukkig, het is goed gekomen. Zaak zegt, je kan een VIP member zijn en dan kan je dingen overslaan. Maar dat wil ik niet. Nee. Ik wil het juist spelen. Dat is toch alleen maar leuk. Maar dan denk ik wel dat dit gedeelte een beetje moeilijk gaat zijn. Maar zo, dat zijn de krokodillen. Oké, ik schrok. Gelukkig. Phew. Ze zijn niet super actief. Maar ik viel wel eventjes in het water. Kan ik erop staan, denk je? Ja, ik kan er wel op staan. Hallo meneer de krokodil. Oké. Ik vind het best wel spannend. Ik ben heel erg bang dat ze ineens beginnen met happen. Ze zien er wel echt heel erg groot uit. Ah, deze heeft zijn mond open. Ja, is echt heel erg eng. Oh, ik heb het gehaald, jongens. Oh, gelukkig. En dan kan ik hier overheen klimmen. Nou, dan ben ik hier weer veilig, want daar kunnen de krokodillen waarschijnlijk niet uit. Dan hebben we hier weer een rode pijl. Dus deze kant op. Oh, hallo meneer de giraf. Ik wou dat ik er kon aaien, maar ik ben een klein beetje te klein. Oké, volgende checkpoint. Oeh, wat is dit nou weer? Een cave. Oh god. Is dit waar de vleermuizen zijn? Ja, kijk ze daar nou eens eventjes. Dat ziet er gaaf uit. Maar tegelijkertijd ook wel een beetje eng. Lijkt wel alsof ze rode ogen hebben. Ik weet het allemaal niet hoor. Maar, kijk, ik ben geklommen. Oh nee, wacht even. Ik moet eventjes naar die vleermuis kijken. Oh, maar ze zijn wel schattig. Ze hebben hele grote roze oortjes en dan gele ogen. Oké, nou, zolang ze mij maar niet aan gaan vallen, dan vind ik het prima. Oh, daar zitten allemaal vleermuisjes in. Dus daar moet ik maar niet in gaan springen. Dat ziet er best wel een beetje eng uit. Maar prima. Ja, nou, kijk eens eventjes. Ik heb het mooi over. Wow, god, ik schrok me helemaal kapot. Dat ziet helemaal niet uit als een Roblox figuurtje, jongens. Dat was een mens. Ik dacht dat die me aan kwam vallen hier in de game. Maar goed. Het gaat goed. Oké. Ah, ik ben hier zo in het water. Nou, prima. Het ziet er redelijk schoon uit. Alsof er geen andere diertjes in zitten. Dus laat ik verder ook maar niet kijken. Oh, zeehondjes. Hey, jullie zijn ontsnapt. Jullie moeten daar in de sneeuw gaan. Oké, nou, het maakt niet uit. Ik ben natuurlijk niet degene die... Oh, ik kan niet over dit hek heen. Maar ik moet dus deze kant op. Prima. Dan gaan we gewoon deze kant op. Oh, daar hebben we penguins. Zack zegt, je moet op zoek gaan naar een grot onder water. Maar pas wel op. De kwallen. Oké, als er één ding is waar ik echt ontzettend bang voor ben, is het wel kwallen. Kwallen en haaien. Dus dit is echt mijn allergrootste nachtmerrie. Niet alleen kan ik nu echt super, super goed mijn adem inhouden, maar het is ook heel erg koud. Ik vind mijn Roblox karaktertje wel echt heel erg knap hoor, jongens, dat ze dit allemaal kan. Oké, kom op, Chabilalala. Je kan dit door de enge kwallen heen zwemmen. Nee, niet er doorheen. Erlangs. Dat is een goed idee, ja. We gaan eventjes door. Dit zijn wel hele coole kwalletjes hoor. Helemaal groen. Glow in the dark. Oh, waar is de grot dan? Moet ik hier gewoon eventjes omhoog? Of is dit de grot? Oh, dit is een iglo. Ah, yes. En hier is een penguinfamilie. Oh, wat een schattige kleine penguins. Heel erg leuk. Maar volgens mij hebben penguins maar één baby per keer. Dus dan hebben ze waarschijnlijk twee penguins gestolen nu. Maar het maakt niet uit. We gaan gewoon eventjes door. ja, we gaan hier over het sneeuw heen. Oh, daar is een ijsbeer. Yeah. Kijk, daar heb je die enge gast weer. Jeetje, wat een rarert zeg. Ja, kan ik trouwens wel dit ijs aanraken. Oh, oké. Ja, ik kan het wel aanraken, maar ik overleef het niet. Wat is dit nou weer eventjes? Oh, dit is waar de gorilla's zijn, jongens. Ik moet uitkijken voor de vliegende bananen. Huh? Oké, ik zag banaantjes wel bewegen. Oh, auw, die aap. Die gooide een banaan naar mijn hoofd. Nou ja, zeg. Oké, nou weet je wat? Ik denk dat ik niet al te lang moet gaan staan, want ze vinden het waarschijnlijk niet zo leuk dat ik hier ben. Dus ik blijf maar gewoon eventjes lopen en rennen, zodat ze me niet kunnen pakken met hun banaantjes. Oh, gelukkig, net op tijd. Ik spring meteen door en go! Oké, waar zijn we nu weer aangekomen? Leuke rotsen en oh my poo, help jongens. Dat ziet eruit als een hele grote enge gorilla.
Ah, hij komt achter me aan. Oh, 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 wat een engert. Wat een engert. Oh my god. Ah. Nee, 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 nee. Nee, gorilla, gorilla. Oh, dat was echt heel erg eng. Kijk die twee nou, die kwamen gewoon achter me aan. Wow, phew. Nou, gelukkig heb ik het overleefd. Nou, Zack zegt, links kun je naar het vogelhuis. En hier is het café en dan kan je even pauze nemen. Nou, laten we gewoon eventjes gaan kijken in het café. Hallo. Oh, wat lekker donuts. Gorilla zegt, kan ik je bestelling opnemen? Oh, oké. Ik ga hier maar gewoon eventjes weg. Dat is echt heel erg eng. Jeetje, jongens. Goed, vogelhuis. Vogels vind ik een stukje minder eng dan gorilla's. Dus laten we hopen dat dit wel goed gaat komen. Oh, wat mooi. Oh, dat ziet er echt heel erg gaaf uit. We zijn nu in het mega grote glazen huis. En dit zijn wolkjes. Oeh, leuk. Oh, kijk hier. Is een heel schattig vogeltje. Kan ik... Oh ja, ik kan op de wolkjes staan. Yes. Nou, dat is goed. Dus ik moet eigenlijk gewoon deze hele grote mega trap van wolken gaan overleven. Oh jeetje, als ik nu ga vallen, jongens, dan moet ik dat weer helemaal opnieuw gaan doen. Dat wil ik echt niet. Oké, okay. Gelukkig. Dat gaat nog goed tot nu toe. Yes! Yes, we hebben een checkpoint. Oh, oké, dat scheelt heel wat. Oh, er zijn hele mooie vogels die daar vliegen. Super kleurrijk en tropisch. Jeetje, bijna gevallen. Maar het is goed gekomen. Nu moet ik gewoon een rondje lopen. Waar gaan we naartoe? Waar gaat dit naartoe in vredesnaam? I don't know. Wow, ik werd gewoon geteleporteerd. Nou, ik was helemaal benieuwd naar hoe het zou gaan. Maar teleportatie, dat is dus een manier hoe het gebeurt hier zo in de dierentuin. Maar blijkbaar kan ik hier niet uit teleporteren. Oké, oepsie. Zack zegt, we zijn nu bij de hippo's. Maar je kan beter maar heel snel gaan rennen als je hier uit wil komen. Oké, dan ga ik... Oh, wow, 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 wow. Ik ren echt super snel. Komen die hippo's achter me aan? Oh, nee. Oh, oké, gelukkig maar. Ze zijn wel eng, maar inderdaad, het is beter dat ik gewoon echt super, super snel ren hier zo. Want dit is best wel spannend. Maar ik heb de krokodillen overleefd. Dus dat kan ook natuurlijk wel met de hippo's. Yes, we did it. En, oh, we gaan nu naar tijgerkooi. Oh, nee, 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 nee. Hij zegt, beter dat je uitkijkt, want deze tijgers hebben honger. Jamila, je kan het, je kan het, je kan het. En go. Ze komen nu achter me aan. Nee, 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 nee. Pak me niet, pak me niet. Ouch, ouch, ouch. Oh, oh, oh. Ik heb wel een health bar. Nee, phew. Okay, ze hebben me aangeraakt. Maar hierboven heb je het groene balkje. En er is maar een heel klein beetje van me afgesnoept. Gelukkig. Ik ben alleen maar één vinger verloren. Dus we kunnen nog door. En nee, 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 nee. Nee. Dit is echt mijn grootste nachtmerrie. Oh, dit is zo eng. Ze zien er zo vies uit. Het zijn spinnen op een spinnenweb. Oké, nou, ik denk dat ik het spinnenweb dus niet mag aanraken. Maar ik denk dat ik de spinnen ook niet mag aanraken. Dat wil ik niet eens. Alsjeblieft, kom niet achter me aan. Nee. Oké, gelukkig staan ze stil. Dat vind ik al ietsje minder eng. Maar jeetje, wat een creepy beesten zijn dat. Oké, ga ik nu over alle dingetjes... Oh, oh, oh. Het is een dodelijke spinnenweb, jongens. Hier zo er overheen springen. Kom op, Jamila. Je kan het. Je gaat het overleven. Snel het enge spinnenhuis uit. Oh ja, we gaan een grot in. Dat is vast minder spinnen hier. Oké. Nee, nee, nee. Oh, my god. Dat was zo eng. Dat was zo eng. Ik dacht, nou, dat haal ik makkelijk, maar niet helemaal anders. Phew. Goed, ik ben in een hele donkere grot gevallen, maar ik ben weer terug, want ik had gelukkig een checkpoint. En hier heb je die enge vleermuisjes weer. Ze lijken wel een klein beetje op ratten die, nou ja, vleermuizen zijn ook een soort van vliegende ratten eigenlijk, hè. Goed, we gaan door. Wie? Oh, is dit een trampoline? Nee, helaas. Oké, maar het is wel gewoon een platform waar ik op kan staan en springen. Oh, oh, dat meisje had er een beetje moeite mee, maar ha, mij lukt het in één keer. Piehie, sucker. Ja, dat heb je ervan als je zo goed bent in Tower of Hell. Oeps. Goed, dan gaan we het gewoon nog een keer proberen. Dat was gewoon een foutje. Maar dat gaat me niet nog een keertje gebeuren, jongens. Kijk maar. Grapje. En ja, ja, ja. We zijn er weer bijna. Go. Yes. Oh, ik heb het gehaald. Ik heb het gehaald. Ja. Watch out for snakes. Oh. Hier zijn heel erg veel slangen. Maar slangen vind ik niet zo super, super eng. Dus dat vind ik niet erg. Gewoon eventjes wachten. Netjes wachten op mijn beurt. En dan kan ik gewoon er doorheen lopen. Nou, ik heb het gewoon helemaal overleefd. Wat goed, Jamila. Wat goed. Ik ben helemaal trots op mezelf. En dan kan ik hier zo op gaan klimmen. Phew. Nou, ik heb wel het gevoel alsof we nu echt de hele dierentuin al hebben gezien. Oh, nu gaan we met de boot. Oh, wat leuk, wat leuk, wat leuk. Ik ga hier op het zwarte platform staan. Nou, er komt geen boot aan. Is goed, dan gaan we op dit platform staan. Oh ja, kijk. Oh, whoops. Yes, ik ga in de boot zitten. Hallo. Wat leuk. Ik kan gewoon bootje varen. Ah, dat vind ik echt heel erg grappig. Oh, maar stel dat ik dat niet wil. Dan kan ik er ook uit. Ik kan ook gewoon lekker zwemmen. Wee.
Oh nee, daar gaat mijn boot. Daar gaat mijn boot. Nee. Wacht even. Bootje. Bootje, kom terug. Ik zwem gewoon maar eventjes langs een gigantische alligator. No big deal. Ik denk dat het misschien beter is dat ik toch maar in mijn boot blijf zitten. Want dit schiet zeker niet op. Yes, ik heb het overleefd. Goed zo. Ik ben weer veilig. Dan gaan we nu met de boot door het water heen. Hij had het wel iets over een waterval. Omdat ik daar mee uit moest kijken. Wow. Oké. Ja. Nou, blijkbaar. Daar is de waterval. Goed, ik heb het in ieder geval overleefd. Weet je wat? Laat maar zitten. Het is niet heel erg veilig. Maar ja, door een kooi met hippo's rennen is ook niet helemaal veilig. En dat is me ook gelukt. Dus prima. Oh, dit is wel echt heel erg mooi. Het is wel een hele speciale en bijzondere tour die je hier zo in het dierentuin krijgt. Oh, we hebben weer waterval. Wee! Yes, ik heb het overleefd. Helemaal goed. Hallo. Oh, er zitten twee meisjes in zo'n boot. Hoe cute! Ik wist helemaal niet dat ik mensen kon meenemen. Oh, dan had ik best wel iemand kunnen oppikken. Ach, washi. Ik denk nu weer terug aan dat meisje dat zo in het water aan het zwemmen was. Oh, oh, oh. Ze zijn hun boot verloren. Kom maar, ga maar met mijn bootje mee. Hallo? En go! Yeah! Oh, kijk, ik heb er nu twee. Oh, de boot is nu wel heel erg zwaar geworden. Ja, 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 ga er maar weer af. Ga er maar weer af. Dank jullie wel, jongens. En go! Oh, jeetje, nou, het gaat nu een stukje langzamer, maar we zijn er. Yes! Het is wel gelukt, jongens. We hebben het overleefd. En we hebben zelfs twee meisjes gered. Nou, als dat niet helemaal goed is. Je hebt het gehaald. In één stuk. Goed zo. Maar nu moet je over de brug heen gaan. Oh. Nou, over de brug heen gaan is niet zo heel erg moeilijk. Maar daarna moeten we door de riolering. Oh, jeetje. Oh, grapje. Ik dacht dat de brug een stukje makkelijker zou zijn. Maar hij is half kapot. Dat heeft hij er niet bij gezegd. Nou, ja, zeg. Oh, zijn we er doorheen? Doei, doei. No, ik hoop dat ik dat niet word. Want dan is het voor eeuwig over voor mij, jongens. Ik vind bruggen over grote ravines wel echt heel erg eng. Kijk, ik ben dus bang dat dat gaat gebeuren. Maar gelukkig is dit gewoon een Roblox, dus mag ik het nog een keertje proberen. Maar spannend, spannend, spannend. Hupsakee. En go. Ja, 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 ik ben er bijna, ik ben er bijna. Als zij nou eventjes opschiet. Yes. Woehoe. Ik heb het gehaald, jongens. En dan gaan we nu door het riool. Oh, moet ik hier maar eventjes in zwemmen? Joba, het stinkt wel een beetje hoor. En go. Ja, yes. Oh, gelukkig, ik hoef niet echt in de pijp. Oké, we hebben het gehaald, we hebben het gehaald. En schildpadden! Dat zijn mijn favoriet. Ik ben zo ontzettend blij dat we hier zijn. Oh, hallo schildpadjes. Hallo! Oeh, jullie zien er een beetje eng uit. Maar goed, maakt niet uit. We gaan door. Zo. Oh, ik neem aan dat ik het water niet mag aanraken. Oh, daar gaat ze. Oh, oh, ja. Dat is een goede hint. Raak het water niet aan. Want ik denk dat de schildpadden daar gewoon massaal in hebben gepoept en geplast. En dat is niet zo heel erg fris. Dus we gebruiken deze maar gewoon eventjes als een platform. Yes! Oké, helemaal top. Zaak zegt, wees heel voorzichtig, want het ijs is heel glibberig. Nou, ik heb mijn lesje wel geleerd. Goed, ik kan het, ik kan het. Ja, 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 kijk, kijk. Wow, wow. Ha, ik moet deze dingen niet aanraken. Ii! Oh, dit is lastig. Dit is echt heel erg lastig. Oh, yes! Wow, ik heb het gehaald. Oh, dat gaat nog best wel goed. Oh nee, dan moet ik deze niet aanraken. Dat zijn gewoon moorden. Penguins daar, joh. Die denken ook, haha, je komt er niet doorheen. Maar het is me wel gelukt. Zack, wat heb je nu voor me? Hij zegt, ik zie geen beren. Misschien zijn ze ontsnapt. Oké, dat denk ik wel. Dat hoop ik in ieder geval. Dus we gaan gewoon maar eventjes lekker rennen. Want er zijn geen beren. We hoeven niet bang zijn voor de... Nee, de beer komt achter me aan. Hij heeft me vermoord. Oké, er zijn dus blijkbaar wel beren. Oké, daar is een beer. Hij komt nu achter me. Oh, nog meer beren. Oh, oh, ik schrik me helemaal kapot. Gelukkig zijn ze net zo slow als ik. Dus het gaat goed komen. Yes, ik heb het gehaald. Wauw, die beren zijn oprecht echt heel erg eng. Dan gaan we nu naar de Robloxia Zoo Secret Security Bunker. Oeh, dat klinkt spannend. En het klinkt ook heel erg veilig. Dus ik denk dat we hier heel snel doorheen moeten. Oh, ja, dat ziet er niet heel veilig uit. Ik denk dat ik hier maar even overheen moet springen. Ja? Ja! Ja! Oh. Nou ja, heb ik al die hippo's, krokodillen en beren overleefd? En dan ga ik in een veilige secret bunker ineens dood. Oké, maakt niet uit. Kom op, kom op. Yes! Yes, yes, yes. Het gaat goed, het gaat goed. Phew, we hebben hier dan weer een checkpoint. Oh jeetje, ze willen het wel echt heel erg moeilijk maken voor me hoor. Dan kan ik hier overheen springen en dan er weer onderdoor. Ja, ja, ja. Gaat top, het gaat top. Ik leer er wel van. Oeps! Ouch, ik ging ietsje te snel. Maakt niet uit, maakt niet uit. Kom op, I can do it, I can do it. Ja! Nu! Oké, dan zijn we nu aangekomen bij de command terminal. Zack. Hij zegt, oh, de deur is op slot. Maar we kunnen vast wel een andere manier vinden om er doorheen te gaan. Oké, dus we kunnen niet door deze deur. Maar we kunnen wel hier op gaan springen. Ik denk dat we hier doorheen moeten. Oh ja, het lukt. Gaan we hier doorheen? Yes! We zijn nog steeds bezig met het ontsnappen.
En tot nu toe gaat het redelijk goed. Auw. Oké, niet zo heel erg goed meer helaas. Kom op. Ik moest eventjes wennen. Ik wist niet wat ik moest doen precies, maar het komt goed. Ja! Oké, dan gaan we hier weer zo'n fan. Nou, kom op, Jamila. Concentratie. Spring. Oh, jeetje. Helemaal tot aan het eind gemaakt. En dan red ik het ineens niet. Oh, kijk. Als ik gewoon zo blijf staan en dan spring. Oh, trucje. Yes. Nou, dat is goed gekomen. Oh, dit ziet er spannend uit. Nou, ik denk dat ik alleen maar vooruit kan lopen. Ik vind het eng hoor. Zoo security. Zagen jullie dat? Er waren allemaal camera's en alle camera's waren uitgezet. En er was een bewaker die aan het slapen was. Maar toen werd ik al ineens geteleporteerd. Oh, dus dat is er gebeurd hier zo. Nou, het ziet er naar uit dat we nu uiteindelijk wel het dierentuin zijn ontsnapt. Nog niet helemaal officieel. Ik moet nog eventjes een klein stukje lopen. Maar daar zijn we dan. Yes! Oh, jongens. Oh, ik ben zo ongelooflijk blij. Het is me gewoon gelukt. En dan denk ik dat het nu wel tijd is om eventjes heel snel de politie te bellen. Dat alle dieren zijn ontsnapt. Maar ik heb het in ieder geval gehaald. Dus dat is helemaal en hartstikke geslaagd. Woehoe! Als je dit gedeelte van de video ziet, dan betekent het dat je hem helemaal tot aan het einde hebt gekeken. En dat kun je bewijzen door de vraag van vandaag te beantwoorden. En die is, wat is jouw favoriete dier in een dierentuin? Ik ben heel erg benieuwd naar je antwoord. Laat het me zeker eventjes weten in de reacties hieronder deze video. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei doei!